We bevinden ons hier aan de Durme. De Durme is een zijrivier van de Schelde. Een groot deel van het Scheldebekken staat onder invloed van het getij. Dit betekent dat twee keer per dag bij hoogtij een grote hoeveelheid zand wordt meegevoerd met het rivierwater. Dit zand zal bezinken. Daarom hebben we na verloop van tijd nood aan onderhoudsbaggerwerken, zodat de Durme blijvend rivierwater, beekwater, kan afvoeren. Een getijde rivier heeft ook een gevaarlijk kantje. Om de zoveel jaar wordt er bij storm een grote hoeveelheid water van de Noordzee de Schelde opgestuwd en dus ook naar haar zijrivieren. Daarom hebben wij nood in Vlaanderen aan een hoogwaterbeschermingsprogramma. Naast het verhogen en verstevigen van dijken zullen we ook overstromingsgebied aanleggen en zo ruimte creëren voor de rivier. Als lokale natuurvereniging die actief is in de Durmevallei vinden wij het herstel van de slikken- en schorregebieden van de getijde rivier de Durme heel belangrijk. In het verleden werden tijdens baggerwerken, tijdens ruimingswerken van de vaargeul steeds het baggerslip gedeponeerd op de schorrevegetatie, net naast de vaargeul. En dat was eigenlijk een enorm biotoopverlies die daarmee gepaard ging. Potpolder 4 is een bestaand overstromingsgebied gelegen aan de Durme. Het werd gebouwd in de jaren 40 en voldoet daarom niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Binnen USAR willen we dan ook het zand dat we zullen baggeren uit de Durme gebruiken voor de heraanleg van de dijken. Als aannemer gaan wij binnen dit project 260.000 kub baggerspecie baggeren om te gaan hergebruiken in het dijktracé, waarvan een deel herbruikbaar is direct in de dijk en een ander deel is verontreinigd. Door de Vlaamse Waterweg werden we uitgedaagd om tot een oplossing te komen om die verontreinigde specie ter plaatse te behandelen zodanig dat we die kunnen hergebruiken in de dijk. Hiertoe hebben we in feite een concept uitgedacht waarbij we een lagioneringsveld op het terrein gaan installeren om de specie te ontwateren en daarna te behandelen, te reinigen tot herbruikbaar materiaal. Baggerspecie wordt nu nog gezien als een afvalstof. Maar binnen de Europese visie op circulaire economie willen we het gebruiken als bouwstof. Dit brengt belangrijke voordelen met zich mee. We besparen veel kosten, we zorgen voor minder hinder voor de omgeving en we houden tienduizenden vrachtwagens van de weg. Het is ook zo dat dus eigenlijk schorregebieden en die slikkengebieden een heel zeldzaam biotoop zijn in Europa en zijn een heel belangrijk leefgebied voor verschillende vogelsoorten. En dat heeft voornamelijk te maken door de voedselrijkdom, de bodemfauna die aanwezig is in die slikkengebieden. Zo zien we dat in die rietlanden die langsheen de Durme in die getijdengebieden aanwezig zijn, dat daar talrijke rietvogels tot broeden komen. Dankzij het USAR-project zien we nu dat deze baggerspecie niet meer zomaar naast de vaargeul zal gedeponeerd worden, maar dat die eigenlijk in nieuwe dijken zal verwerkt worden. En dat vinden we een positieve zaak.